Welkom bij Texel Deze Week, de wekelijkse nieuwspodcast van de Texelse Courant. Het is vandaag donderdag 20 juli. Mijn naam is Judith Ploegman. In deze uitzending hoort u vandaag niet Jeroen van Hattem, maar Henk Cornelissen. Verderop in deze podcast hoort u meer van hem. Deze podcast wordt gesponsord door Texel Speciaalbier, de makers van onder andere Skumkoppen 0.0. De Texelse genalekotters worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat zegt Willem M. den Heijer namens de stichting Eendracht Maakt Kracht. Ongeveer 165 garnalenkotters moeten voor 1 oktober voorzien zijn van een stikstoffilter om in Natura 2000 gebieden te mogen blijven vissen. Maar volgens den Heijer is die datum niet haalbaar, omdat er te weinig scheepswerven en te weinig technici zijn om dit te realiseren. Ook kost het de eigenaren van de garnalenkotters zo'n 100.000 euro en dat is een fikse investering voor de kleinschalige ondernemingen. Zeker omdat de overheid geen helderheid geeft over de geldigheidsduur van de vergunningen. De maatregelen zorgen voor veel spanning en onrust bij de garnalenvissers, zegt den Heijer. Het toeristisch investeringsfonds Stift is op zoek naar een nieuw bestuur. Per 1 januari treden voorzitter Mark Poldner, secretaris Jan Frederici en penningmeester Marius Kikkert alle drie terug. Poldner heeft er dan 8 jaar op zitten, Frederici en Kikkert beide 9 jaar. Ook administratief medewerker, of zoals de bestuursleden haar zelf noemen, steun en toeverlaat, Ria Mansen, vertrekt per 1 januari. De bestuursleden hebben samen met de in 2017 plotseling overleden Nel Eelman maar liefst 7 ton aan overheadkosten bespaard. Voor hun aantreden was er veel kritiek op het fonds, met name dus vanwege die torenhoge overhead. Het toenmalige bestuur stapte op en burgemeester Francine Giskes plukte volgens Kikkert het nieuwe bestuur letterlijk van straat. Nee zeggen was geen optie, zei hij. Het fonds steunde tot nog toe 150 projecten met een totale investering van 50 miljoen euro. De bestuursleden kijken tevreden terug. Bestel medicijnen ruim op tijd en kom pas naar de apotheek als je bericht hebt gehad dat je medicijnen klaar liggen. Dat drukt apotheker Jan Klok ons op het hart. De apotheek kan met personeel schaarste, terwijl de drukte juist toeneemt. Er zijn in korte tijd 7 medewerkers vertrokken, onder meer doordat ze gepensioneerd zijn. Het vinden van nieuwe, gediplomeerde apothekers is ontzettend lastig en wordt ook nog eens bemoeilijkt door huisvestingsproblemen, zegt Jan Klok. Er wordt intern opgeleid, maar zo'n opleiding duurt 2 jaar. Dat biedt dus voorlopig nog geen verlichting. Een apotheek kan, in tegenstelling tot andere bedrijven met personeelschaarste, niet zomaar een paar dagen dicht. Vandaar dit uitdrukkelijke verzoek. Houd u rekening met het hardwerkende personeel. En als u moet wachten, heb dan een beetje geduld. Meer over de apotheek leest u in de krant van aanstaande vrijdag. De gemeente kan bestuursrechtelijk niet optreden tegen bewoners van sociale huurwoningen die kamers aanbieden als bed and breakfast. Die verantwoordelijkheid ligt bij Woontij. Dat antwoordt wethouder Rieke Skieft naar aanleiding van vragen van PvdA Pro Texel. In het recent gepubliceerde slaapplaatsenregistratiesysteem, waarin alle overnachtingsplekken te zien zijn, was te zien dat tenminste 1 huurwoning een registratienummer had gekregen van de gemeente. Skieft zegt dat de gemeente alleen kan handhaven op het niet hebben van een geldig registratienummer. Woontij zal dus zelf actie moeten ondernemen. De consequentie van het ongeoorloofd verhuren van kamers kan zijn dat Woontij het huurcontract ontbindt. Deze maatregel is al opgenomen in huurcontracten van de corporatie. U bent dus gewaarschuwd. Het debakeldossier Emmalaan weet nog niet van ophouden. Onlangs uitte wethouder Kees Hoorschuur zijn frustratie over de aannemer. Volgens hem duurde de oplevering te lang en gaf het bedrijf geen duidelijkheid. De Texelse aannemerscombinatie was op zijn zachtst gezegd not amused over de opmerking. Want volgens Lieve Hoekstra, een van de eigenaren, is een van de redenen voor de vertraging een fout in de tekeningen. Daarop stonden de rijbanen zo smal ingetekend dat de aannemer concludeerde dat er iets mis moest zijn gegaan. TAK heeft daarom de gemeente gevraagd om de tekeningen door een verkeersdeskundige te laten controleren. Er moesten dus nieuwe tekeningen gemaakt worden en 3/4 van de straat moest overnieuw gelegd. TAK doet meerdere infrastructuurprojecten voor de gemeente en is in gesprek gegaan met de wethouder over zijn publiek geuite verwijten. Dat was een constructief gesprek, zeggen beide partijen. De kou is gelukkig weer uit de lucht. De werkgroep Ouderkracht doet een oproep aan ouders om minder te drinken en vooral om minder te drinken in het zicht van kinderen. Goed voorbeeld doet in het geval van alcohol vrij letterlijk goed volgen, zeggen zij. Kinderen die hun ouders weinig zien drinken, drinken zelf ook minder en minder vaak.
De werkgroep doet deze oproep na een gesprek met huisartsen. Zij signaleren dat jongeren vaker sterke drank drinken en dat zij vaker veel sterke drank drinken. De huisartsen maken zich bovendien zorgen om de toename van het aantal ouders met een zorgelijke omgang met middelen. Alcoholgebruik onder jonge pubers kan leiden tot een versnelde afname van de grijze stof in de hersenen, waardoor ze problemen met informatieverwerking krijgen. Ook zijn jongeren die alcohol drinken vaker agressief en kunnen angststoornissen getriggerd worden. De werkgroep Ouderkracht zet zich in voor een cultuurverandering als het gaat om alcohol en drugs, nadrukkelijk dus ook bij ouders. Schrijver en geschiedenisdocent Joyce Pohl ontwikkelde een lesproject over het slavernijverleden voor de tweede klassers van HAVO en VWO. Ze is blij met de aandacht die er is voor het koloniaal verleden. Het zo lang toedekken heeft ervoor gezorgd dat het verdriet generatie op generatie doorgegeven is, zegt ze. Pohl is een nazaat van tot slaafgemaakte. Haar moeder is Surinaams en daarmee een groot deel van haar familie. Ze ziet het als een gemis dat er op de lagere school alleen aandacht was voor de helden uit de Gouden Eeuw en niet voor de geschiedenis die aan haar familie kleefde. Ze ontwikkelde samen met haar collega Willem van der Werf een lessenprogramma. Door te luisteren naar verhalen kunnen kinderen zich identificeren, zegt ze. Zo ontstaat er meer begrip en wederzijds respect. En daarmee komt er ook meer aandacht voor hoe deze geschiedenis nog altijd doorwerkt in kansenongelijkheid en discriminatie. Dat is nodig om bijvoorbeeld discriminerende algoritmes zoals bij de toeslagenaffaire en bij uitvoeringsorganisatie voor de studiefinanciering DUO in de toekomst te voorkomen. In de krant van vrijdag leest u er meer over. Onze verslaggever Eva Groot interviewde haar. Pohl pleit in het interview voor uitgebreidere lesstof op basisscholen. Ook wijst ze op de huidige tentoonstelling in Kaapskil. De tentoonstelling belicht meerdere verhalen uit deze periode in de geschiedenis aan hand van opgedoken vondsten, ook de donkere verhalen. Zo is de tentoonstelling sinds het begin van deze maand uitgebreid met een kappa. Dat is een kookketel om sap van suikerrietstengels te koken. Er klinkt een Surinaams liedje, Faya Siton. Het klinkt lief en vrolijk, maar het gaat over de gruwelijke praktijk van het brandmerken van kindslaven. Kinderen die doorverkocht werden, werden opnieuw gebrandmerkt door een nieuwe eigenaar, vaak met levensgevaarlijke infecties tot gevolg. En dan hebben we goed nieuws. De Wij Weten Het Beter Bank is terug. De bank staat aan de Kogelstraat in Den Burg. Het wordt al jarenlang gebruikt door een groep wijze heren die op het bankje de wereldproblematiek probeerden op te lossen. De gemeente verving het houten bankje vorige week door een nieuw kunststof exemplaar tot grote teleurstelling van de wijze heren. Inmiddels is de middelste balk vervangen door de oude houten balk. Voordat we overgaan naar de traditionele slotvraag, Henk, wil jij je eens voorstellen aan de luisteraars? Ja, ik ben Henk Cornelissen en ik werk sinds bijna 4 jaar op Texel. Ik ben 65 jaar oud. Ik heb er bijna 40 jaar op zitten op Wieringen en in de Wieringenmeer als redacteur van de lokale krant. Dat is ook je woonplaats, hè, Wieringen? Ja, Den Oever woon ik. Ja. En dat hield daar op. En hier zocht dus iemand met ervaring. Nou ja, die had ik toevallig. Ik heb het hier geweldig naar mijn zin. Ik ben hier binnengekomen als redacteur van Texel dit weekend. En tegenwoordig zitten we in hetzelfde bedrijf als de Texelse Courant. Dus daar doe ik af en toe ook dingen voor. En nou mag ik hier zitten. Dus geweldige carrière move eigenlijk. Nou inderdaad, ja. Televisie, radio, kom maar door. Maakt me niet uit. Ja hoor, ik vind het allemaal goed. Mensen kennen je misschien wel van de briefwisseling die jij hebt met je collega Elisabeth. Ja. Dat is eigenlijk begonnen in de coronatijd, want toen hadden we ineens heel veel gaten in de krant. En die moesten opgevuld worden. En nou had ik in het verleden dus het Schagen Weekblad zat bij ons ook in de uitgeverij, waar ik vandaan kom. En daar schreven twee redacteuren elkaar een brief. En de een reikte de ander dan een onderwerp aan. Die andere redacteur was aan huis gekluisterd, die zat in een rolstoel. En die gaf dan weer repliek of hij begon de heen en weer schrijverij, zal ik maar zeggen. Dus dat idee heb ik eigenlijk meegenomen om het Texel dit weekend op te vullen. En we hebben er nu geloof ik 153 afleveringen op zitten. Zo. We zijn 3 jaar verder. Dus. En wat is je favoriete onderwerp geweest? Heeft het je zelf inzichten verschaft? Ja, je hebt het niet alleen over je eigen leven, want het was voor ons ook, omdat we allebei vrij nieuw bij het blad waren, een middel om ons ook een beetje voor te stellen aan de lezers. En
ja, je dwingt jezelf eigenlijk tot nadenken over dingen doordat de ander je een onderwerp aanreikt. En dat vind ik wel een interessante ontwikkeling, ook voor mezelf. Ja, ja. Ja, maar, ja, en wat voor inzicht heeft je dat bijvoorbeeld opgeleverd? Kun je een concreet voorbeeld geven? Dat ging nou toevallig deze week over dat... dat kwamen eigenlijk op het regenboogpad. We kwamen via discriminatie kwamen op het regenboogpad. En wat ik daar dan zie, daar word ik heel erg treurig van. Dus dan schrijf ik daar ook wel iets over. En voor de context, het regenboogzebrapad is het pad dat bij OSG de Hoge Berg liep. Ja. En loopt, licht bedoel ik. En licht, dat is licht. En dat is beschadigd. Ja, dat vind ik heel jammer. En kijk, het is maar een paar vierkante meter en Texel is zo groot. En dan denk ik van, geef die paar vierkante meter nou aan die mensen die wat extra aandacht nodig hebben en die er gewoon bij moeten kunnen horen. En ja, dat stoorde mij gewoon enorm dat dat gebeurde. Ja, nu is de vlag op regenboogvlag, om daar nog heel even op door te gaan, best uitgebreid ook. Hij heeft namelijk veel meer kleuren dan de reguliere regenboog zelf. Ja, dat komt natuurlijk ook door de mensen LHBTI. Van verschillende rassen en LHBTI. Er moet van alles, alles wat eigenlijk extra aandacht nodig heeft. Of er gewoon bij zou moeten horen. Ja. Je zou het er eigenlijk niet over moeten hebben, bij wijze van spreken. Ja. Elke kleur verdient een plek, laat ik het zo maar zeggen. Ja, precies. Dus eigenlijk is het een super, super inclusieve vlag geworden. Ja. Of een regenboogpad geworden op Texel. Ja, eigenlijk wel. En dan denk ik, laat dat nou gewoon lekker bestaan. En het zou er misschien ook wel niet moeten zijn, maar dat is nou net het geval. Het moet er wel zijn. Is er nog een ander onderwerp dat je aandacht heeft? Je had het net over de garnalenvissers. Die hebben wij natuurlijk ook in de oever. Een stuk of 30, denk ik wel. En daar gaat ook wel iets van af. En dat is natuurlijk voor een dorp dat er grotendeels op drijft, is dat wel een rampzalige ontwikkeling eigenlijk. Ja, het is echt een enorme verandering. De verwachting is dat, dat heb ik tenminste wel van horen zeggen, maar ik denk dat het wel klopt, dat ongeveer de helft van die bedrijven op losse schroeven staat. En alleen maar omdat er dan een bepaalde deadline is die je eigenlijk niet kan halen. Ja. Met alle onzekerheid die er nog bij hoort. Of je het je eigenlijk wel kan veroorloven om die investering te doen. Ja, maar dat hebben we hier natuurlijk ook gezien met de boomkorren. Ja, dat helemaal natuurlijk. Ja. Ja, bij ons heb je niet van die grote korters. Die zijn er bij ons niet. Maar hier zijn ze ook nog maar weinig inmiddels. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Zorgelijk. Ja, zorgelijk. Inderdaad. Ja. Hey, dat is wel een mooie overgang naar, naar de slotvraag. De traditionele slotvraag in deze podcast is altijd, wat is je opgevallen aan het nieuws? In de eerste plaats was ik geschokt dat het proeflokaal De Zwaan wordt gesloten. Maar ik heb daar van het voorjaar met mijn orkestje nog met veel plezier gespeeld. Ja, wat speel jij? Ik zit in een trio met twee andere senioren die muziek uit de jaren 60 en 70 spelen. En we hebben daar een heel leuk concert mogen geven op een zaterdagmiddag. En die entourage vonden we zo verschrikkelijk leuk. Maar ik begreep ook wel dat het een tijdelijke voorziening was. Omdat van de brouwerij het proeflokaal in verbouwing was. Dat is nu klaar. Dus ik kan het ook wel begrijpen. Maar ik vind het wel jammer. En dan ben je altijd weer benieuwd van wat gaat er nu gebeuren daar. Dat is nog onbekend. Vorige week had jij het over vrouwenvoetbal. Ja, er is vanochtend een wedstrijd geweest. De uitslag is me eerlijk gezegd ontschoten. Dat was Noorwegen tegen Nieuw-Zeeland. Ik vermoed dat Noorwegen dat gewonnen heeft. Nee. Hè? Niet, Ed? Nieuw-Zeeland heeft gewonnen. Nieuw-Zeeland heeft gewonnen. Kijk, dat is het laatste nieuws uit Nieuw-Zeeland. Dat brengen we hier ook gewoon. Primeurtje in de uitzending. Ja. En dan het allerlaatste nieuwtje. En dan gaan we deze podcast afronden. Er was een opmerkelijke vraag in een raadsvergadering gisteren. Ja. Dat trof mij zeer. Er werd op het strand een huwelijk gesloten. Nou doet de locatie er nog niet eens zoveel toe. Maar het is wel een mooie illustratie. Ja, en toen bleek er geen trouwboekje te zijn. Die waren op. En dat begrijp ik niet. Ik vind, in het gemeentehuis werken ook mensen, net als wij, weet je wel. Maar ik vind het zo jammer voor die mensen dat ze dan geen trouwboekje krijgen. Het is te hopen dat het gebeurd is, omdat er zoveel mensen zijn getrouwd en een fantastische dag hebben gehad. En dat ze gewoon een beetje over het hoofd hebben gezien hoeveel ze er nodig hadden. Nou, misschien wel. Ik weet het niet. Maar ik vond dit eigenlijk zo zielig. Ik weet niet of je dan echt wel getrouwd bent als je geen trouwboekje hebt. Dat was het voor vandaag. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Judith Ploegman. U hoorde ook onze verslaggever Henk Cornelissen.
De montage wordt gedaan door Michelle de Vries. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Texel Speciaal Bier, de makers van onder andere Skumkoppen 0.0. Tot volgende week.